is ook een sleutel in historische stijl. Alsjeblieft. Vandaag is de overhandiging van de nieuwe gebouwen van het DNA vanuit het programma PURP aan de staat Suriname. Dus het gebouw is vanaf vandaag, vanaf dit moment, officieel in handen van de Nationale Assemblée van Suriname. Er zijn 3 gebouwen in totaal. Voorheen het gebouw van de Nationale Assemblée, het ministerie van Algemene Zaken en de technische dienst. Ja, dat gebouw hierachter. 26 jaar geleden, om precies te zijn, op 1 augustus 1996, werd het Surinaams volk opgeschrikt door de felle brand die 3 monumentale panden, waaronder ons parlementsgebouw, het voormalig gebouw van het ministerie van Algemene Zaken, in de as legde. In vrijwel 1 oogopslag was de belangrijkste pilaar van onze democratie verdwenen. Daarbij is niet slechts het overgrote deel van het pand in vlammen opgegaan, maar zijn ook zeer belangrijke documenten verloren gegaan. In november 2019 werd middels de eerste steenlegging een aanvang gemaakt met de herbouw van de panden. Vanaf de vorige zittingsperiode is DNA hiermee bezig geweest. En uiteindelijk hadden we dan een tekening van een nieuw gebouw hier op dit terrein. En in een gesprek waar ik bij zat van de regering, hoorde ik dat er hier in het land een project van start zou gaan voor het stadsherstel. En op dat moment ging het licht aan en ben ik snel gegaan naar alle mensen die ik kon vinden die verantwoordelijk waren ervoor, ook IDB-mensen, om aan te geven, wel, als we dat gaan doen, dan moet een van de eerste dingen zijn de herbouw van deze 2 zeer mooie gebouwen, die van Suriname en Paramaribo vooral opnieuw een plek zullen maken als we ze in hun oude glorie herstellen, die zeer de moeite waard is om te zien, ook voor toeristen, maar ook voor onszelf. Fuiroko makandra spa anu fu opoyo mama kondre lobby kondre wuroko makandra fu opoyo opo opo opo. Dat wij als DNA weer beschikken over ons eigen pand vervult mij in de hoedanigheid van voorzitter van ons geacht college met een onmetelijk gevoel van trots. Maar ik wil er iets om verwedden. Dat behalve het personeel dat directe betrokkenheid heeft met de ingebruikname van dit prachtig pand, de totale Surinaamse gemeenschap een zekere mate van voldoening zal ervaren, nu het uit de as herrezen statengebouw als een phoenix deze historische plek in haar glorie herstelt. Vandaag, na meer dan 25 jaar, weer onze intrek nemen in het gebouw, gebouwd volgens de originele stijl op de oorspronkelijke plek, is daarom beslist een hoogtepunt in onze parlementaire geschiedenis. En ik kan u vanuit deze plek verzekeren dat de ingebruikname van dit nieuw pand absoluut zal bijdragen aan de efficiëntie van de DNA. De cirkel is bijna rond, want we moeten nog een vergaderzaal bijbouwen. Heel mooi gebouw en het ziet er goed uit. In ieder geval, wanneer je goede huisvesting hebt, dan ga je goed wonen toch? Maar hier
dat het parlement hun werk met alle plezier kan doen. Ik ben heel trots om dit ook te zien. Natuurlijk, wanneer ik hier sta, dan denk ik terug naar mensen die hier zou willen staan. Dan wil ik gewoon één naam noemen. Wijlen Rogers, die zou heel blij zijn als hij nog in leven was om te zien dat dit gebouw weer helemaal opgeknapt is. Maar in ieder geval, ik feliciteer Suriname met een nieuw gebouw. Het is prijzenswaardig dat wij vandaag kunnen praten over de herrijzing van architectonische beeltenissen in onze binnenstad. Dit is een gebeurtenis die helemaal past in de periode waarbij de wederopstanding van Christus herdenken. Hoe geweldig is het niet? Gekozen de dag van vandaag aan de vooravond van Goede Vrijdag, waarbij wij ook in Suriname, met name onze christenen, de herrijzing van Jezus Christus gaan herdenken. En dat is het ook. Die herrijzing niet alleen van ons DNA-gebouw, maar laat het ook zien als een herrijzing van die democratie. Want het gebouw is in brand gegaan, maar de democratie is nimmer in brand gegaan. De democratie heeft constant haar weg gezocht naar verschillende gebouwen om een stukje huisvesting te vinden. Om continuïteit te garanderen van die volkswil. En uiteindelijk terechtgekomen in het voormalig parkgebouw, waar thans de Nationale Assemblee gehuisvest is. En dat is die kracht van democratie. Dat welke kracht dan ook fysiek de infrastructuur van de democratie kan vernietigen. Maar die geest van democratie, die volkswil, die volkskracht zal nooit en niemand kunnen vernietigen. Voor de renovatie van dit gebouw is geld geleend. De Inter-American Development Bank financierde met genoegen dit gebouw. Jullie hebben een geweldige ding gedaan. Ja. We hebben het samen gedaan. Ja. En anders had het niet gekund. Proost. Nog meer gebouwen. Nu rust op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en met name het directoraat Cultuur een beetje de zware taak om ervoor te zorgen dat alle gebouwen waarvan de restauratie gefinancierd is door de IDB, voorlopig zijn het er 5, deze is de eerste die wordt opgeleverd, dat die de benedenverdieping openstellen voor het publiek uit binnen- en buitenland. Het doel is die slapende stad weer bruisend te maken met passende culturele, museale, horeca-activiteiten en het toerisme mede te helpen bevorderen. Exact zoals dat gaat in Willemstad Curaçao, die u bijna allemaal kent. We staan samen met hun op die werelderfgoedlijst. En nog vele andere steden in de wereld. It is an honor for the IDB to celebrate the complete reconstruction of these iconic buildings. As a first in many milestones to be achieved through the Paramaribo Urban Rehabilitation Program. Thank you very much for your support, for your assistance. And I saw it on the screen, recharging the historic town. Let this building recharge the democracy. Let this building be also the expression of good international cooperation, because the international community was involved in the rebuilding of our new National Assembly building. Ik heb van meneer González begrepen dat er nog
grote projecten. Er zijn meer activiteiten in Purp, ja. We gaan de waterkant aanpakken vanaf het Waaggebouw tot Fort Zeelandia. De DNA-gebouwen waren de eerste. Nu zijn we reeds opgestart aan de waterkant, dus de SAVO-gebouwen nummer 30 en 32. We zijn ook opgestart aan de Mirandastraat nummer 10. Dat is het gebouw van Juspol. En vervolgens gaan we later dit jaar opstarten met Grote Combiweg 3 en Henk Arendstraat 1. De twee laatste ook gebouwen van Justitie en Politie. We gaan ook delen in de binnenstad verfraaien, met name Palmentuin, een van onze grootste natuurparken met veel geschiedenis. We gaan kijken naar Fort Zeelandia, ook een historische plek. En zo gaan we verder om ook alle andere aspecten van cultuur weer een goede leven, een goede site te geven.